Hoi en welkom bij ons Spaarne Gasthuis Kidsvlog. Ik ben Mila. En ik ben Pepijn. En we gaan jullie vandaag laten zien wat er gebeurt als je een dagje naar het ziekenhuis gaat. Want je blijft dan niet slapen, maar krijgt wel een eigen bed. Als je bijvoorbeeld komt voor een onderzoek of een test. Kom, gaan jullie mee? Hallo. Hallo. Goedemiddag. Wij komen een kijkje nemen op de dagbehandeling van de kinderafdeling. Okay. Waar moeten we dan naartoe? Daar gaat wel meteen hier ergens af. Met dan liefst A naar tweede verdieping. Kijk, dankjewel. Okay. Bedankt. Hallo. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Wij komen voor de dagbehandeling. En wat is jullie naam? Mila. Pepijn. Welkom. Neem even plaats. Worden jullie zo opgehaald? Dankjewel. Dankjewel. Mila, ja. Hi. Ik ben Sjaan. Hoi. Hi, Mila. Hoi. Jullie mogen met me mee. Yes. Dankjewel. Zo. Nou, welkom op de kamer. Ja. Zoals je kunt zien, we hebben heel veel verschillende bedjes hier staan. Ja. Dat betekent ook dat er verschillende leeftijdscategorieën worden opgenomen. Van baby's, tot peuter, kleuter, schoolkind en pubers. Oké. Okay. Ja. En die liggen allemaal samen op één kamer? Ja, in principe wel, want het is een dagbehandeling, dus dan is dit echt de kamer inderdaad. Maar goed, hè, als je inderdaad als puber een beetje last hebt van een baby of je voelt je niet lekker, kunnen we altijd door middel van gordijntjes het laat meteen zien. We kunnen gewoon dicht zo. Precies, oh, ja. Dan heb je toch een beetje privacy. Oh, ja. Ja. En ook gewoon voor als je moet omkleden, et cetera. Je kan lekker tv kijken, zie ik. Ja, zeker. Ze hebben ze ook wifi. Gewoon lekker vermaakt. En gratis wifi hebben we. Ja. Wauw. Nou, wat ook heel belangrijk is, is de bel. Okay. Dat is het rode knopje, dus probeer maar. Kijk, je hoort hem al. Ja. Ja. Dus weet je, als je tijdens de dagbehandeling denkt van, nou, ik heb de zuster nodig, ik heb een vraag, of ik heb dorst, of ik wil wat, druk je gewoon op de rode knop, dan weet ik dat ik moet kopen. Ja? En kan je daarmee dan ook het bed verstellen en zo? Nee, niet met de bel, maar wel met de afstandsbediening van het bed. Oh, ja. Oh, kijk. Want kijk maar. Die heeft weer een aparte afstandsbediening. Ja. Groene knop is om te activeren. En dan kan je zelf, kijk. Oh, dan gaat het bed omhoog. Ja, yeah. Heel luxe. Omhoog, omlaag. Het bed omhoog, omlaag. Ja. Oh ja. Dus, super deluxe. Ja, heel luxe. En wat is dat bandje dan, wat op het bed ligt? Nou, dit bandje is een patiëntenpolsbandje. Dat krijg je bij elke opname. Dus daar staan je geboortedatum op en je naam. Oké. Okay. Dit is het nachtkastje. Hier kan je je eigen spulletjes in doen. Laadje. En een groot laadje. Hier kan je jas in stoppen. Dus doe lekker je jas uit. Top. Zullen we nu naar de behandelingskamer? Want de arts is er. Ja? Zeker. Hi. Andrieke Lotneres, kinderarts. Hoi, Mila. Hi. Hoi. Andrieke, welkom. Ja, dankjewel. Ik zou jullie vandaag wat laten zien over de behandelkamer en uitleggen naar welke kinderen hier zeg maar komen en welke kinderen we hier zien. Bijvoorbeeld voor onderzoek voor de nieren, onderzoek voor ander aanvullend onderzoek. Dus onderzoek wat extra nodig is om erachter te komen wat er met het kind of de jongere aan de hand is. Die komen hier. En wat we hier dan doen is bijvoorbeeld infuus prikken, ja, zodat het onderzoek plaats kan vinden als daar een infuus voor nodig is. Soms is er bloedafname nodig of soms is het ook nodig dat er een bepaalde test gedaan wordt waarvoor het kind eerst lichamelijk wordt nagekeken. Oké, en dat gebeurt allemaal hier op deze kamer? Dus dat gebeurt hier op deze kamer. En wat voor dagbehandelingen worden hier dan bijvoorbeeld gedaan? Vaak gaat het om extra aanvullend onderzoek. Hè? Dus of een test die gedaan moet worden waarvoor een infuus nodig is. Bijvoorbeeld meerdere keren bloed afgenomen moet worden op een dag. Of voor een extra onderzoek op de radiologieafdeling. Waar dan infuus voor nodig is omdat er een stof gegeven moet worden. Zodat het een bepaald deel van het lichaam meer in kaart gebracht kan worden. Om gewoon te zorgen dat je erachter kan komen wat er aan de hand is. Nou, dan heb ik hier een doosje waarvan alles in zit wat je nodig hebt. Dus uiteindelijk is het zo dat je een klein rietje in je hand krijgt, hè, waar een slangetje aan zit. En door dat slangetje kan je zeg maar bepaalde stof geven. Ik zal het je even laten zien hoe dat gaat. Dan gaat je arm wat omhoog, of je arm, je trui wat omhoog. En dan doen we deze eromheen. Doe mijn vinger ertussen, dan trek ik een beetje strakker aan. Hou mijn vinger uit zodat er geen velletje tussen komt. En wat je nu ziet, is dat je bloedvaten veel, dat je ze heel duidelijk ziet. Nou. Wat je dan doet, ik doe hem nu weer even los,
omdat we het niet echt gaan doen. Hè, maar je ziet dus hier, zie je dat bloedvat zitten. Nou, dan heb je hier heb je het infuusnaaltje, dan haal je deze eraf. En dan heb je, nou, ik ga niet echt prikken hoor. Hè, en dan prik je erin en wat je dan doet, is laat je het rietje eigenlijk erin zitten en de naald doe je weg. Oh, ja. Hè, en dan is dit eigenlijk, hè, wat je hier ziet. Dit is dan de iets grotere, zeg maar. Die blijft dan gewoon in je hand zitten. En die gaan we goed vastplakken. Zodat we daar bijvoorbeeld of het medicijn door kunnen geven... of de stof, zeg maar, die we nodig hebben voor het aanvullend onderzoek. Hè, en dan hebben we hier allerlei pleisters waar we mee vastplakken. Nou, we hadden het net al eventjes over dat de huid van tevoren eigenlijk verdoofd moet zijn. Zeg maar. Dan is het prettig. Dus als je onderzoek kan plannen, is het van belang dat je dat van tevoren ook gewoon dat verdoofd wordt. Ja. En dat doen we noemen dat toverzalf. Dat is een soort zalf die je aanbrengt. En dan doe je dan een pleister overheen, zodat het goed kan intrekken. En op het moment dat je zeg maar, dan de prik krijgt, dan is in ieder geval de huid goed verdoofd. Ja, dus eigenlijk doet het dan ook geen pijn meer? Nou, je zult het altijd een beetje voelen. En dat is voor de een anders dan voor de ander. Maar in principe is die huid verdoofd. Oké. Okay. Nou, we zijn klaar in de behandelingskamer. Dus laten we terug gaan naar de kamer. Oké. Okay. Bedankt voor het kijken naar onze Spaarne Gasthuis Kids Vlogs. En vergeet niet om ook onze andere vlogs te bekijken. Doei. Bedankt. Doei. Yes. Doei. Ciao. Doei.